Good morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en vandaag heb ik voor jullie natuurlijk weer een potje MW3. Vanmorgen hebben jullie al kunnen kijken naar wie is wie. Deel nummer 8. Ja, het gaat bloedsnel alweer, want iedere dag gewoon om 7 uur. Voordat jullie naar jullie werk gaan, natuurlijk weet ik het ook wel, het is nu weekend. Maar ja, om 7 uur gewoon standaard wil ik wie is wie gaan opnemen. Of tenminste, uploaden. Ik vind het gewoon erg leuk om te doen, weet je. Niks is beter en niks is leuker dan lachend de dag in te gaan. Ja, toch niet dan. Dus vandaar lekker s'morgens vroeg om 7 uur. En natuurlijk weet ik ook gewoon, veel mensen uploaden pas 's middags of 's avonds. En ik had zoiets, nou weet je wat, ik ga het lekker gewoon s'morgens vroeg al doen. Want vaak kijk je dan s'avonds later nog even een videootje, hè, als je in je nest legt. Maar dat kan ik ook zien aan de statistieken. Heel veel mensen die kijken via mobieltje of via een tablet of hoe noem je zo'n ding tegenwoordig. En iPad heb je ook nog natuurlijk. Nou, maar goed, heel veel mensen kijken nog natuurlijk s'avonds voordat ze naar het bed gaan. En ja, dan word je wakker en dan heb je eigenlijk, weet je, heb je eigenlijk niks meer te kijken. Dus ik had zoiets, nou weet je wat, ik ga het gewoon 's morgens vroeg om 7 uur doen. Meestal word je iets later wakker en heb je meteen al een nieuw videootje online. Dus dan check je meteen het kanaal van Team Dief natuurlijk. En dan zien jullie alweer dat er een hele leuke video op jullie staat te wachten. En ja, ben je iets eerder wakker, dan moet je gewoon wachten. Ja, het is niet anders. Maar goed, vandaar upload ik hem om 7 uur. En dat vind ik gewoon, ja, wel een nice time. Ja toch, niet dan. Oké. Battlefield 3. Ga ik eerder ook weer opnemen. Ga ik eerder ook weer even spelen. Zodat we verder kunnen gaan met de Ome Henk serie. Het is erg leuk. Dus alweer vragen naar Jeff. Wanneer komt in godsnaam Ome Henk weer? Die gaat er weer aankomen. Ik heb nu vandaag middagdienst. Maar ja, morgen en overmorgen heb ik nachtdienst en dan heb ik 4 dagen vrij. Dus ja, dan heb ik even de tijd weer om Battlefield te gaan spelen en om alles weer in elkaar te zetten voor jullie. Dus die gaan ook weer komen. Wat ook gaat komen is, vanaf maandag denk ik zo, is een serie wat ik heb opgenomen met Boudina. Ik heb het al een keer verteld, hè. Dus een serie op Battlefield 3 met hem. En ja, die gaan we dan doen. Hij was op vakantie, dus ik kon die gameplay niet naar me toesturen. Hij kon het wel toesturen, maar omdat zijn computer dan in slaapstand viel, ja, kreeg ik dus niet de gameplay binnen. Ik zal trouwens nog heel eventjes de klas erbij pakken die ik gebruik. 1, 2, 3. Hoppatee, daar is hij. Dit is trouwens de klas waar ik mee speel. Waarom haal ik hem er even bij om even te laten zien? Want dit is een klas, daar speel ik eigenlijk nooit mee. Ik speel dus hier met de P90 en dan Rapid Fire en Silencer. Vind ik gewoon een nice combi en ik speel er gewoon lekker mee. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn MP9. Dat heb ik gewoon standaard bij iedere klas heb ik dat wapen erbij zitten. Omdat het ding gewoon pro is. Ik vind het echt een heel lekker wapentje. Nou, de Frecanate en de Flash natuurlijk. Slide of Hand, Quick Draw en Maskman. Waarom Maskman? Als je dan geen 1 bent, dan kan je ze even beter zien. Je kan er ook Stalker neerzetten. Dat is ook wel lekker. Maar ja, dit keer had ik gewoon Maskman. En ik weet niet precies waarom. Volgens mij had ik ook een beetje weinig tijd om die klas in elkaar ging zetten, want we begonnen het potje alweer. Oké, scavenger natuurlijk ook altijd heel erg handig om gewoon je kogels te kunnen scavengen. Assassin en natuurlijk Hardline. En dat gebruik ik gewoon voor om zo snel mogelijk mijn mal op te halen natuurlijk. Je ziet ook gewoon staan Dead Man's Hand. Jeff, waarom speel je een godsnaam met Dead Man's Hand? Nou, ik speel er nooit mee. Ik behaal het ook niet. Zeg maar gerust, eigenlijk nooit. En ja, dat stond gewoon ingesteld. Zoals je ziet er bovenin ook al. Zie je staan, fuck. Het is gewoon een fuck-klas geweest. En daar liep ik gewoon mee te fuck. Een beetje een troll-klas was dit. En ja, dat is nou gewoon omgeswitcht naar deze klas. De naam had ik nog niet veranderd. Maar goed, hij kan nou weer weg. 3, 2, 1... Hoppatee. En nou zie je pleiten. Dat is wel een heel lekker systeempje zo. Maar goed, dat is eigenlijk dus de klas waar ik vandaag mee speel. Ik had weer eens, ja, weet je, het is weer eens even wat anders om even met een ander wapen te spelen. Het is weer eens wat anders dan een MP7 of de PP90 MA1. Dus ja, weet je, ik vind dit wel heel lekker. Oké, nou de gameplay. Ja, het is op zich wel een leuke gameplay. Ik had op zich nog wel een aardige streak, geloof ik, hier al. En uiteindelijk ging ik weer dood. Helaas, het is niet anders. Maar goed, zo blijft het. En dat zal je net zien. Dat is altijd zo. Die muscle heb ik dus altijd.
Oké, namens mijn vader moest ik trouwens ook nog eventjes iedereen bedanken die even een like heeft, die een like achter heeft gelaten. Niet een like van een mens of zo, nee, een leuk, zeg maar, een duimpje omhoog. Hij zegt, Jeff, bedank iedereen maar eventjes voor in een videootje. Nou, ik zeg, pa, je kan zelf ook even een gameplay maken en een commentary maken. Zeg, jongens, bedankt. Ja, hij zegt, dat schiet niet op natuurlijk, hè. Nou, maar goed, iedereen dus namens mijn vader bedankt voor het kijken, voor alle reacties. Hij vond het erg leuk. Hij vond het ook heel erg leuk om te doen. En ja, hij zegt ook, er zit ook wel zeikens tussen. Er was op een gegeven moment ook een goos die zei van, ja, Jeff, kun je dat niet uploaden op het tweede kanaal? Dat is niet interessant, niet leuk. En dan kijk het niet af, of zo weet ik veel wat. Dus dislike. Mijn vader zei meteen al, wat is dat voor mafkees? Hij zegt, die is wel erg jong, hè. Ja, ik zeg, dat zeggen wij ook altijd, weet je. Dat zijn van die gasten, die snappen het niet. Later zet hij die ook in een reactie van, ja, die button, die is daar toch voor? Kom op, gast, denk eens even na. Die dislike button, jongens, ik zal het nog even een keertje vertellen. Dat is er echt alleen maar voor als het zwaar, zwaar kut is. Qua beeld en geluid natuurlijk. Het is ook ervoor als het gewoon... als ik zeg maar iemand loop zwart te maken of zo, ja, dan gebruik je die button. Maar niet voor als jij iets niet leuk vindt. Want als jij naar de tv zit te kijken, weet ik veel wat, je zet hem s'avonds aan om een uur of 8 en je klikt aan op 4. Je verwacht er autosport en je krijgt daar al GTST. Dan ga je ook niet een mail sturen met saai, dislike, flikker op met je troep. Kut RTL, de. Nou, dat doe je toch niet? What the fuck? Doe even normaal, man. Dat is hier ook zo, weet je. Je moet blij zijn dat je kan kijken. Hè? Dat mensen gewoon de energie in stoppen en de tijd om voor jullie video's te maken. Vind je het niet leuk, klik je hem gewoon weg. Vind je de meerdere malen zoiets van, nou, ik vind er echt geen reet meer aan bij dat kutkanaal. Dan ga je gewoon unsuppen, weet je. Dan ga je niet vaag lopen doen. Nee, dan ga je gewoon lekker weg. En... ja, ik ga nog wel eens een keer een duel doen met een hater. En dan zal ik eens even vragen van... joh, leg eens uit waarom jij dat nou allemaal aan het doen bent. Wat de fuck ben je in godsnaam mee bezig? Ik ga eens even kijken, want... ja, ik weet wel wie een beetje een hater is. Die heb ik al een tijdje op het oog. Ik weet niet of hij het zelf doorhebt dat ik weet wie het is ook. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Ik ga hem gewoon even een mail sturen met de ring van... joh, ik zou met jou wel eens een duel willen doen. Want je bent gewoon mijn vaste hater. Op iedere video dislike je wel een keer. Dus ja, daar ben je ook wel heel erg goed bezig natuurlijk. Nou goed, ik ga dat eens even kijken. Ik zal eens even kijken of ik dat kan regelen, jongens. En dan komt alles allemaal dik in orde. Ik heb er in ieder geval nu al zin in, want ja, ik ga hem gewoon vragen stellen wat hij gewoon niet weet, wat hij ermee aan moet of zo. Ik weet het nog niet. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Ik heb er zin in, nog steeds al. Nu al, echt waar. Ja. Dus, dat was ik aan het vertellen. Namens mijn vader, jongens, allemaal hartstikke bedankt. En ja, hij vond het erg leuk om te doen en hij begon ook al meteen al van Jeff, moet je horen. Als hij het doet, gaan we toch wel meteen weer een video maken. En dan kan iedereen hem zien als hij klaar is en dit en dat. Misschien film ik het af en toe nog even, weet je, als updateje van hoe ver die is en wat hij allemaal aan het doen is. Misschien even met het bespannen met de folie en zo. Dat ik het dan natuurlijk ook eventjes ga filmen. En dan zet ik op een gegeven moment alles een keer achter elkaar totdat hij gaat draaien of zo. En dan zien jullie een beetje de video, hoe het is allemaal, hoe het allemaal is gaan aflopen en zo. Kom zo wat niet aan mijn woorden vandaan, joh. Ik heb een droge strot ook, joh. Het is nu, even kijken, het is nu 11:30 alweer geweest. En ik heb net even gewoon een bak koffie genomen. En ik denk zoiets, nou weet je wat, ik ga even gewoon een commentary voor jullie inspreken. Want dat vinden jullie altijd wel leuk. Oké. Ja, ook voor de mensen die zoiets hebben van, nou, ik wil wel weer even meedoen met Wie is Wie, Jeff. Nou, volg mij gewoon op Twitter, weet je. De link staat natuurlijk hier in het beeld, hè. Dat zie je natuurlijk wel. En natuurlijk staat de link daarvan in de beschrijving. En op Twitter zeg ik nou van, jongens, ik ga dan en dan gaan opnemen voor Wie is Wie. Daar kan je gewoon meedoen. Daarin zet ik ook gewoon, nou, zet even een, je gamertag in een mailtje. En dat mail je dan naar Team Dief. En dan komt alles goed. Dan ga ik je uitnodigen. Het is natuurlijk wel op de Xbox. Heel vaak krijg ik nog de vraag. Op wat speel je? PS3? Nee. Ik speel op Xbox. En
ja, ik word ook gesponsord door Xbox Totaal. En als jij dan ja, PlayStation speelt en je wordt gesponsord door Xbox Totaal, dan heb ik zoiets van, nou, weet je. Ja. Oké, nou ja, goed. En ik zal het ook nog heel even in het kort vertellen, want Xbox Totaal, jongens, die is bezig met de website. Daarom staat alles op uitverkocht. Het is uitverkocht nu. Ze zijn een switch aan het maken, want ze gaan ook PS3-punten verkopen en zo. En ja, ze zijn ook die switch aan het maken alvast. En dat is natuurlijk voor de Xbox One. En dat is allemaal even anders, dus de website wordt ook allemaal aangepast en zo. Dat zijn de laatste berichten die ik heb gehoord, dus dat komt allemaal wel goed hoor, jongens. Echt waar hoor, echt waar. Geloof me. Nou, maar goed. Ja, dus die zijn die switch nu al aan het maken. En ze kunnen het beter nu meteen al doen, dan dat je het echt op het laatste moment moet doen. Dus dat even heel erg in het kort over Xbox Totaal. Livestream. Ja, Jeff, wanneer ga je weer een livestream doen? Zoals jullie weten, het is gewoon nog steeds een drama. Ik kan nog steeds niet de 720p streamen. Een klein kanaal kan het wel en iemand met 4000 subs kan het nog steeds niet. Ik heb ook nu eindelijk mijn mail ontvangen van RPM Network. Jeff, moet je horen, je wordt uitgeschreven en dan kan je gaan en staan waar je wil. Kijk, en daar ben ik wel heel erg blij mee. Daar ben ik al heel lang mee bezig, jongens, om ervoor te regelen dat ik daar weg kan. Want dan kan ik eindelijk naar een ander. En ja, ik ben gewoon helemaal niet tevreden over, ja, over RPM. En dat is eigenlijk wat, ja, het grote nadeel ook van een Amerikaans bedrijf. Weet je. Alles gaat ook in het Engels, nou, maar Engels is ook niet zo heel erg lekker. En dan zal je wel weer zeggen, ja, daarom kan ik niet 720p streamen. Nee, dat legt het echt niet aan, want ik vraag gewoon een ander van, joh, maak even een mailtje voor me en dan komt het goed. Maar ja, het is gewoon een drama, weet je. Het is echt drama. Maar goed, ik ben blij dat ik daar weg ben. Ik ben blij dat ik dan over kan stappen. Ik zou zeggen, jongens, de gameplay zit er alweer op. 29:09. Fucking 11. Assist. Ik zou zeggen, jongens, bedankt en tot later.